most beloved presidente. Do you remember Tropico? Emerald palm trees, platinum beaches, and crystalline seas, from which the sun reflects like the twinkling of jewels and golden coins. It is I, Presidente, Penultimo, your faithful aide, your biggest fan. I chronicled your triumphs. Fear not, for nothing was written down. Penultimo never forgets, unless he is told to, of course. So, let us enjoy these stories of the past. And what better place to start than the time you first met your loyal Penultimo, oh most successful Presidente. It was like the first sunrise of my life. Welkom bij weer een review van In The Game. Vandaag reviewen we Tropico 6. Tropico 6 is een van de vele grote RTS-titels die dit jaar worden gereleased. En vanaf vandaag kunnen we dan eindelijk aan de slag met Tropico 6. Wij zijn echter al een week begonnen met het spel en kunnen jullie vandaag vertellen alle ins en outs van Tropico 6. Tropico 6 is een typische RTS-game die draait om het bouwen en het onderhouden van je volk en van je rijk. Maar in Tropico 6 draait het ook voornamelijk om het zijn van je eigen dictatuur. Dictator zijn kan op verschillende manieren. Zo kan je in Tropico 6 een vredelievende dictator spelen die vooral naar zijn volk luistert en doet naar de behoeften van zijn volk. Maar je kan natuurlijk ook voor de kwaadaardige dictator gaan en je volk gewoon onderdrukken. Dit kan je natuurlijk op vele manieren doen. Zo kan je je volk onderdrukken door ze om te kopen. Je kan ook je propaganda tentoonspreiden door verschillende nieuwsstations uit te brengen. Maar je kan ook gewoon simpelweg je leger de orde op zaken stellen. Daarmee kan je mensen opsluiten. Je kan mensen zelfs vermoorden die niet met je eens zijn. Maar, wat we al eerder zeggen, je kan natuurlijk ook voor de vredelievende optie gaan. En dit is door gewoon te luisteren naar je volk. Maar niet alleen je volk heeft te maken met jouw dictatuurschap. En zo kan je ook relaties onderhouden met de geallieerden of met de Axis. Dit zijn koninkrijken waarmee je kan handelen, maar die je ook zullen aanvallen wanneer je de verkeerde kant kiest. En ondertussen heb je ook nog te dansen naar de pijpen van The Crown. Maar van The Crown kan je ook later in het spel ook afscheid nemen als je besluit om echt onafhankelijk te zijn van The Crown. En dit geeft natuurlijk ook weer zijn voor- en zijn nadelen. Tropico 6 is ook echt een game die je speelt vanwege de sandbox mode. In de sandbox mode heb je alle vrijheid, kun je alle settings instellen om het zo makkelijk of moeilijk mogelijk te maken voor jezelf. In de sandbox mode heb je wel alle vrijheid om de game net zo lang te laten duren als dat je zelf wilt. Naast de sandbox mode heb je ook nog de campaign mode. In de campaign mode volg je een verhaal over jouw dictatuurschap. Echter is de campaign mode niet zo goed uitgewerkt als dat we graag zouden zien in een game als Tropico 6. De campaign mode houdt je niet lang bezig en gaat op de duur vervelen. Daarom besteed ik liever mijn tijd aan de sandbox mode, waar je gewoon zelf je gang kan gaan. Wat daarentegen aan Tropico 6 weer een hele grote pluspunt vindt, is de muziek die op de achtergrond te horen is. De tropische klanken van salsa muziek klinken door je speakers en geef je daarom ook een lekkere zomersgevoel wanneer je deze game aan het spelen bent. En dat komt goed uit met de zonnige weer die we tegemoet gaan. Al met al is Tropico 6 een goede aanrader om te hebben in je Steam bibliotheek. De game krijgt daarom van ons een 8. Tropico 6 is vanaf vandaag beschikbaar in de Steam Store voor een bedrag van 50 euro. Wil je nou meer game nieuws en reviews van ons lezen? Volg ons dan op www.inthegame.nl, op Facebook, op Instagram en op Twitter. En natuurlijk op ons YouTube-kanaal.